De resultaten van het onderzoek in de kwestie van de Surichange Bank moeten afgewacht worden, zegt Buitenlandse Zaken minister Albert Ramdin. Vandaag, voor aanvang van de ministersraadsvergadering, zei Ramdin dat er op dit moment niets gedaan kan worden als het gaat om dit onderzoek, omdat het niet bekend is wat precies speelt. Kijk, we moeten rekening houden dat ook bij ons, dat instituten in die samenleving hebben een onafhankelijke rol te vervullen. In dit geval, het Openbaar Ministerie is een voorbeeld, de rechterlijke macht. Als er zaken liggen, voor wat betreft bijvoorbeeld die 19 miljoen euro, dan is dat een traject dat wordt afgelegd. Daar hebben wij als regeringen ook weinig over te zeggen. Dat is een traject binnen het rechtelijk systeem, het rechtssysteem. Dat moet ook afwachten. Je moet respect hebben daarvoor. Dat is ook onderdeel van democratie. Er is een onafhankelijke macht. En ook wat betreft Surichange, we hebben ook de berichten gelezen. Kijk, vinden we het prettig? Natuurlijk niet. Maar kunnen we er wat aan doen? Nee. Het is een onderzoek dat onafhankelijk wordt gedaan. We wachten ook af wat de resultaten zijn en hoe en wat er van waar is of niet waar is. En dit is nou precies waarom wanneer we praten over democratie en rechtsstaat. De minister zegt verder dat de samenleving respect moet hebben voor de rechtspraak in het democratisch geheel. Dit moet niet alleen in Suriname, maar ook in het buitenland. Ramdin geeft ook aan dat het proces voor vervanging van ministers van onderwijs en ruimtelijke ordening en milieu goed verloopt. Inderdaad, de president is degene die natuurlijk benoemd ontslaat. En bij de benoeming volgt de president een nauwgezet traject van goed overwegen. Ik ga niet vooruitlopen daarop. Maar wat de president heeft aangegeven, dat bij zijn terugkomst hij zeker de benoemingen van de twee ministers in orde wil maken. Zijn er al kandidaten met wie gesproken? Er zijn kandidaten met wie zijn gesproken en die ook gescreend zijn. Op een nette manier. Nou, ik wil daarom juist niet ingaan. De president zal zelf de details geven. Ramdin vertelde journalisten dat hij niet vooruit wil lopen op de terugkomst van de president, die verder zal ingaan op de kwestie.